Antonocom Universiteit van Suriname krijgt meer geld voor haar begroting voor dit universiteitsjaar. Dat zei de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneu, vandaag tijdens de begrotingsbehandeling in DNA. De regering is vandaag gestart met het geven van antwoorden op de brandende vragen die het parlement sinds de aanvang van de begrotingsbehandeling heeft gesteld. Afhankelijk was de begroting voor de universiteit geraamd op 15 miljoen SRD. Na kritiek uit het parlement is deze verruimd tot 85 miljoen SRD. Ten aanzien van de universiteit zal er een wijziging optreden. De begroting, zoals opgegeven bij onderwijs, zal de begroting van de universiteit van ADEC in plaats van 15 miljoen moeten zijn 85 miljoen. En de begroting voor PTC zal 4 miljoen moeten zijn in plaats van 1 miljoen. Mevrouw de voorzitter, over het conservatorium het volgende. Het conservatorium is geen werkarm van het ministerie. Dat wordt bedoeld met het gestelde in eerder stadium dat het een zelfstandige rechtspersoon is. Daar het ministerie het type onderwijs wil ondersteunen, is het subsidiebedrag daarvoor opgebracht. Deze subsidie wordt primair gebruikt om de exploitatiekosten te dekken. Ten aanzien van huisvesting en bouw heeft het MINOC geen directe bemoeienis. De minister ging ook in op de problemen op onderwijsgebied in het district Brokopondo. Onder andere had de ABOP-fractie onder leiding van Ronnie Brunswijk klachten over het schoolvervoer en de toegang tot gezond drinkwater. In het geval van het uitvallen van schoolvervoer in Brokopondo kan ik u aangeven dat in die gevallen er sprake is geweest van overmacht. En dat komt heel weinig voor. Over waterproblematiek in hetzelfde district kan ik u aangeven dat volgens bekomen informatie dit probleem gedeeltelijk al is opgelost. Staat u mij toe om nader onderzoek op dit stuk te plegen. Over de ontberingstoelage in Brokopondo kan ik u verder aangeven dat deze toelage reeds lang niet meer zo wordt toegekend, maar vooralsnog is opgenomen in de ontwikkelingspremie. Minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vandaag tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling. Het is nu de beurt aan de regering te antwoorden op vragen van het parlement.